Hij is 62. 60, 62. Er staat iets. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Tot wanneer? Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Nou, dat is nog niet gebeurd. Dus voorlopig zegt de Heer, zwijg niet. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Nou, de hele wereld valt over Jeruzalem. En je moet je goed beseffen, het land Israël en de stad Jeruzalem en het volk Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik zal je noemen bij je nieuwe naam, zegt de Heer, die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene, 2000 jaar lang. En je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen en je land mijn bruid. Dit is wat de Heer denkt over Israël en over Jeruzalem. Want de Heer verlangt naar jou. Hij wil een relatie. En je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Wauw, dat is nog een uitspraak, jongens. Daar komt hij weer. Vers 6. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust. Totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Dus er komt de tijd dat in de Verenigde Naties, dat ze met blijdschap en met vreugde over Israël en over Jeruzalem zullen praten. Weet je, ik ben er zelf een van de voorbeelden van. Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Ik heb veel jeugdgroepen geleid. Daar heb ik ook evangelisatie mee gedaan, ook in het buitenland. Ik ben op een gegeven moment oudste pastor geworden in de gemeente. En ook daar hebben we evangelisatie gedaan. En ik vond het altijd afschuwelijk. Ja, sorry dat ik het zeg. Ik had meer zoiets van waar mij mijn achtergrond bidden. Om mensen te benaderen, om daar open in te zijn, om niet te zullen zwijgen over de Heer. Dat vond ik zo, ja. Maar ja, ik ging wel de mensen voor erin. En ik ging ook jeugd voor. En ik leerde er ook veel van. Maar het heeft altijd iets gehad van, nou, Heer, zo heeft u mij niet helemaal geschapen. Totdat ik 4 jaar geleden op deze muur kwam. Totally different. Naar familie, vrienden. Ik kan gewoon niet meer zwijgen. Over mijn relatie met God, over mijn relatie met Jezus en over Israël niet. En over wat hij allemaal aan het leren is en zo. Dus daar heeft God het knopje omgezet. En wat ik zo gaaf vind, is dat hij het volgende zegt. Jullie die een beroep doen op de Heer. Jullie die een beroep doen op de Heer. We kennen het. We kennen dat de Heer om dingen vragen, dat we het beter hebben en zo. Maar een beroep doen gaat even een paar stappen verder. Beroep doen. De grondtekst wordt, het verstaat is maskera. En als je maskera vertaalt, dan kom je op personal assistant of je komt op secretaresse. Vandaag nog steeds in het Hebreeuws als zodanig gebruikt. Een secretaresse is een maskera. Dus wat doet de Heer? De Heer die heeft sowieso hier over wachters. En hij heeft het over mensen die dus een beroep op hem doen. En dat vind ik zo gewoon gaaf. Omdat dit woord wat we hier hebben, dit is ook Gods agenda. Hier staat in beschreven wat hij al gedaan heeft in al die eeuwen. Er staat in beschreven wat hij vandaag de dag doet. En er staat in beschreven wat hij in de toekomst gaat doen. En wij kunnen dus als maskera, als secretaresse van hem, daar daagt God ons uit om een beroep op hem te doen. Dus dat betekent als er staat dat hij het volk terug gaat brengen naar dit land. En ik zal straks de tekst lezen waar staat, hij zal niemand achterlaten. Hij wil alle Joden vanaf de hele wereld hier hebben. Dat wij dat terug kunnen zeggen naar hem. Heer, Vader, we willen u daaraan herinneren. Dat in uw woord
niet op één plaats, niet op vijf plaatsen, maar op tientallen plaatsen, misschien wel honderden plaatsen, ik heb ze niet allemaal geteld. Daar staat dat in het eind van de tijd gaat uw volledige volk, allemaal, u gaat ze massaal naar dit land terugbrengen. En dat is nu al decennia aan de gang. En dan zeggen we ook, dan zijn we vrijmoedig, dan zijn vader, wilt u dat met nog meer spoed gaan doen? Want wij geloven dat uiteindelijk de meest veilige plaats voor elke Jood, dat hier zal zijn, in Israël.